Corrie ten Boom is iemand die verschillende boeken heeft geschreven waarin zij ervaringen deelt vanuit haar veelbewogen leven. Eén daarvan is het dagboekje Leven in Vreugde. Het is uitgegeven bij uitgeverij Gideon en verkrijgbaar bij de Christelijke Boekwinkel. Emily Louage leest u daaruit voor. Strategisch doelwit. De Satan verschiet geen kruid aan hen die dood zijn in overtredingen en zonden. Christenen zijn veel meer een strategisch doelwit voor hem. Gedurende mijn reizen over de wereld heb ik gezien hoe de Satan meer dan ooit de christenen precies op het juiste ogenblik aanvalt. Wat heerlijk dat wij zoveel beloften in de Bijbel hebben. Wij zijn heilig, uitverkoren, geliefd, geborgen in de holte van Gods hand. Wij hebben een levende verlosser met legioenen van engelen. Tel uw vele zegeningen. In Efeziërs 6, vers 13 staat: aan alles verricht hebbende staande te blijven. De duivel is sterk, veel sterker dan ik. Dank u, Heer, dat u sterker, veel sterker bent dan de duivel en dat ik samen met u meer dan overwinnaar ben. Halleluja!